doorheen door het verhaal, maar daarna is ook ruimte voor discussie, vragen, et cetera. En ik zal ook Jan, Truus en Yvonne nog even het woord laten, collega's uit het team die hun visie op dit verhaal ook meedelen. En ik wil even terug naar maart. Ik zag al heel veel bekende gezichten die ik ook in maart 2020 in Utrecht heb mogen ontmoeten. Een moment waarop we eigenlijk bijna dansend en zingend de lockdown ingingen. Niet wetend wat er op ons pad kwam. Maar waar ik in een presentatie toen iets over het perspectief van kunstenaars, van jullie, op wat jullie dachten dat met name de waarde was voor de deelnemers. En wat ik eruit heb gelicht, de positieve groei van deelnemers, is eigenlijk een onderdeel waarin ik wil meegeven dat ik toen zei, kijk, positieve groei van deelnemers is iets wat jullie zeggen. We zijn heel benieuwd wat de deelnemers daarvan vinden. En dat was ook eigenlijk de start van het moment waarop we met deelnemers in gesprek gingen. En ook zouden aanschuiven bij allerlei activiteiten die gepland stonden. Misschien goed, deze plaat hebben we toen ook gepresenteerd. Ik zou hem nu niet in detail willen doornemen, maar misschien goed om even het in het grotere kader van het onderzoek te plaatsen wat ik vandaag vertel. Want we hebben eigenlijk drie onderdelen waar we onderzoek naar doen dit jaar. En we hebben gelukkig een uitloop gehad met de allen voor een half jaar om het af te maken, dan ondanks corona. Maar het eerste stuk gaat over waarde. Het tweede stuk gaat over de werkzame elementen. En het derde stuk over de implementatie. En wat ik vandaag ga vertellen gaat over die waarde in relatie tot positieve gezondheid. Daar kom ik straks nog even op terug. Want de kernvraag van wat ik nu ga presenteren is, wat is de waarde van actieve kunstparticipatie voor senioren? En daar hebben we het concept positieve gezondheid bij meegenomen. En dat hebben we gedaan in het kader van alle 20 participerende initiatieven en programma's binnen dit onderzoek. Afgelopen maanden hebben we uiteindelijk met zo'n 109 mensen gesprekken gehad. En we zouden eigenlijk korte interviewtjes ter plekke met mensen doen. Uiteindelijk zijn het wat meer diepgaande gesprekken geweest met allerlei mensen. Gemiddeld genomen zaten we toch snel een uur te kletsen met mensen over hun beleving, hun perspectief op wat het nou met hen deed. En daarnaast zijn we ook op 30 momenten langs kunnen gaan bij een activiteit, waarbij we van A tot Z hebben mee kunnen doen. Soms was het online, maar gelukkig waren er ook zeker in de zomer nog diverse activiteiten fysiek, waar we bij konden aansluiten en waar we ook informeel met mensen nog konden spreken op afstand. En dat heeft geleid tot 472 micronarratieven. En dat klinkt als heel micro. Soms waren het hele kleine verhaaltjes. Soms waren het wat uitgebreidere verhalen. En die verhalen kwamen dus vanuit allerlei initiatieven. En dus ook allerlei kunstvormen. Helaas, bij sommige initiatieven was het iets lastiger om binnen te komen, ook bij de verzorgingshuizen. Bij anderen ging dat weer makkelijker, omdat mensen wat makkelijker de telefoon pakten of op Zoom gingen, of we konden elkaar ontmoeten aan de tafel in de hal van het verzorgingshuis. En misschien ook belangrijk om te zeggen, binnen die waarden die we wilden verkennen, hebben we eigenlijk drie richtingen gekozen. We hebben geprobeerd wat cijfers en patronen te vinden. We hebben geprobeerd om de verhalen tot in detail te kunnen begrijpen. En we hebben ook in verbeelding en beleving via een wat meer kunstzinnige manier onderzoek gedaan. En daar zijn we ook nog steeds mee bezig. Janine is met een aantal kunstenaars ook aan de slag gegaan om de beleving en, van kunst in de zorg wat beter zicht op te krijgen en ook te vertalen. Maar vandaag focus ik weer op die cijfers en patronen. Om het weer even helder te krijgen. En wat het belangrijk is om te beseffen, is dat we nu dus een deel geven. En ik merk dat soms cijfers en patronen ook hun beperkingen hebben. Ze hebben hun kracht, maar ook de diepgang of de ruimte die je soms zoekt of voor de complexiteit, daar zit een beperking. En misschien even nog kort over de Sensemaker. Wat is dat eigenlijk? Nou, eigenlijk is dat een software. En wat is dat eigenlijk? Eigenlijk is het gewoon een website waarin je dingen kan invoeren.
En in dit geval ging het om verhalen die je kan invoeren. Hele open verhalen, die wij dus in de interviews en de observaties tegenkwamen. En waar we vervolgens een aantal vragen over stelden. En één vraag, en die zie je in het midden hier. Wat is het belangrijkste in uw ervaring? En dan kan je als persoon die die vragenlijst invult, deze button naar de verschillende hoeken slepen of in het midden zetten. Om toch die nuance van, gaat het nou precies over die relaties met anderen in dit verhaal? Of gaat het over gevoelens? Of gaat het over lichamelijke aspecten? En zo zijn er een stuk of 7 vragen achter elk verhaal gesteld. En die vragen, kan je afvragen, hoe kom je aan die vragen? Nou, in de eerste fase hebben we bij een stuk of 50 verhalen gewoon eens gekeken, wat zijn de woorden die mensen gebruiken om hun ervaring te duiden? We hebben ook gekeken naar het concept positieve gezondheid. Wat zijn daar woorden die gebruikt worden? En die hebben we in die 7 vragen gevoegd. En daar komen dus allerlei trends en patronen uit. En daar ga ik jullie in meenemen. De kernbevindingen van die Sensemaker zijn eigenlijk in 3 stukken te hakken. 1 gaat over positieve gevoelens en emoties. 2 gaat over zingeving en uitdaging. En de 3 gaat over kwaliteit van interacties, sociale relaties. En vandaag willen we dus heel graag testen, horen, herkennen jullie deze 3? Ik ga ze straks wat meer in detail beschrijven. En we hebben nog een aantal vragen, want op sommige vlakken dachten wij dat het anders zat. Lezen we in verhalen weer iets anders dan in de cijfers. Dus daar willen we jullie ook op bevragen. En een van die belangrijke uitkomsten van zo'n Sensemaker is zo'n plaatje. Dit is die allereerste vraag die je stelt. Wat is het belangrijkste in uw ervaring? En daarbij zie je dat er een bepaald patroon rechts in de driehoek staat. Dus de meeste puntjes, dat zijn de meeste verhalen, gaan over ofwel relaties met anderen, ofwel gevoelens en emoties, ofwel een soort van combinatie daarvan. En we zien eigenlijk weinig puntjes aan de linkerkant bij de lichamelijke aspecten. En daar hebben wij ook een vraag over. Maar te beginnen met de eerste. Als je het hebt over die positieve gevoelens en emoties. In het onderzoek hebben we ook een vraag gesteld over wat is uw gevoel bij deze ervaring? Daarbij zie je dat zo'n 90% van alle verhalen een positief verhaal is. Of een zeer positief verhaal. En als je kijkt, waar zit dat hem dan in? En je kijkt naar de patronen in het tabelletje aan de rechterkant. Dan gaat het met name om dat vrolijk zijn of plezier hebben. Ofwel om het helpt me beter voelen. En beter voelen is natuurlijk een heel subjectief iets. Maar het is wel wat je ziet uit deze patronen. Dus eigenlijk dat mentale welbevinden en die kwaliteit van leven, daar speelt kunst in de zorg, om het maar even in 1 noemer te noemen, op in. En ik zal daar 1 verhaal even van uitlichten. Van een deelnemer van tussen de 70 en 80 jaar, die meedeed met een koor. Die zegt, je komt er altijd blij vandaan en we lachen veel. Als je iets nieuws leert, dan voel je je ook wel weer een beetje kind. Dat is zo leuk eraan ook, hè? Ik voel me heerlijk kinderlijk. Speels. Het gaat bijna als vanzelf. Het mooie in zo'n verhaal, en we zagen heel veel van dit soort verhalen, waarin mensen toch die blijdschap, dat plezier, dat lachen, in interactie met de anderen schreven. En dat was niet altijd even makkelijk om te zeggen. Dus ik zag ook heel veel puntjes in de verhalen, van stiltes van mensen die niet altijd op de woorden konden komen. Maar er zat ook een soort van ontsnapping, van even weer terug naar hoe het was als het kind, et cetera. Dat is dus de eerste die als bevinding eruit komt. Een tweede gaat over zingeving en uitdaging. En dat speelt een beetje in op maart 2020, waarin jullie ook zeiden, het gaat om die potentie van die deelnemer. Nou, aan de rechterkant zie je ook dat die uitgedaagd worden. Dat komt heel sterk naar voren in de patronen. En aan de linkerkant zie je dat zinvol bezig zijn en blijven leren,
belangrijke aspecten zijn in de verhalen. En wij legden daarbij de link ook van, is die uitdaging nu een soort van stimulans voor dat zin? Zin geven, zin hebben, zin ervaren. En ook is stimulans voor dat lang leven leren. Een vraag die we ook aan jullie hebben. Werkt dat zo? Is zingeving en lang leven leren of uitdagen met elkaar verbonden? En hier is een voorbeeld van een verhaal. Het zingen, dat is helemaal een uitdaging voor mij. Want sinds Parkinson kon ik niet meer zingen. Er kwam geen geluid meer uit mijn mond. Dus toen heb ik me erop gezet om weer te leren zingen. Elke dag oefenen. Ik heb mezelf wel weer leren zingen eigenlijk. Dus dat is leuk, als dat dan is gelukt. Maar dat is een bijkomstigheid die ik niet had ingeschat. Ik zing wel vals, maar ik zing wel. Ik ben deelnemer van een videoproject binnen dit onderzoek. En ook hier zie je dat die uitdaging, soms een beetje op persoonlijk vlak, soms op artistiek vlak, maar zij vertelt hier dat ze echt wel uitgedaagd wordt. En het lijkt bijna alsof dat toch echt een zingeving is van die periode in haar leven in dat moment. En laatste is de kwaliteit van interacties. Eerder zag je al het plaatje aan de linkerkant, waarbij welk thema staat centraal in uw ervaring. Daar kwam belangrijk naar voren mensen ontmoeten. En als je het hebt over mensen ontmoeten, hebben we nog doorgevraagd van welke sociale aspecten spelen daar een rol in. En wat hierin opvallend naar voren kwam, dat eigenlijk minder ging om erbij horen, uitbreiden van je sociale netwerk, de mensen zijn, maar veel meer om op een andere manier contact te maken met mensen. Of samen leuke dingen doen. En er zijn natuurlijk ook allerlei verhalen die wij hoorden over contact maken via ogen, via beweging, via energie die er heerst in de activiteit. Dus die ruimte die er is om op een andere manier contact te maken dan misschien wel het dagelijkse contact wat je hebt, of wat je anders hebt bij de koffietafel, is op een andere manier leuk. En dat samen leuke dingen doen, daar zit ook dat leuk en dat plezier, komt daar weer in terug. En daarbij heb ik nog een laatste quote. Als je daar bent, dan ben je al gewoon in een andere wereld. In een andere dimensie of zo. Je gaat naar een hoger level. Een innerlijk leven. Doordat je zoveel lacht, wordt je lijf anders. Dan kom je uit je eigen lijf en dan ben je weer even 16 of zo. Dat je zo gaat giebelen met elkaar en dingen doen waarvan je achteraf denkt, ja, dat had ik misschien beter niet kunnen doen. Een deelnemer van dans die hier iets over vertelt. Waarbij ook weer dat lachen en het kind voelen terugkomt. En waar zij zich op een andere manier verbonden voelde met de ander, met een hoger level, zoals zij het zelf noemt. Kan je misschien afvragen, en de scherpe kijker heeft misschien gezien, soms zie je een grote categorie iets anders, namelijk. En dat is denk ik iets waar wij ons ook heel erg bewust van zijn. Van in de cijfers komen sommige dingen heel duidelijk naar voren. En soms is er eigenlijk nog een soort wereld die erachter zit, die niet in die cijfers terugkomt. En het mooie vind ik daarvan is dat dit maar één van de drie manieren is dat we kijken naar de waarden. En dat vraagt om verdieping via de andere wegen van onderzoek. Kortom, en nu kom ik eventjes terug naar dat concept van positieve gezondheid. Positieve gezondheid is eigenlijk een soort kritiek geweest op de Wereldgezondheidsorganisatie, die eigenlijk komt vanuit de kracht van mensen. Waarbij je eigenlijk het idee hebt, een mens is meer en moet meer moeten willen dan geen ziekte of minder ziekte. En zij, Machteld Huber, met haar collega's hebben dit model opgesteld met 6 dimensies. En als wij onze bevindingen van dit onderzoek leggen naast dit concept van positieve gezondheid, dan komen er eigenlijk
4 dimensies uit die sterker naar voren komen. Je hebt over die positiviteit, dan gaat het over mentaal welbevinden en kwaliteit van leven. Als het gaat over die uitdaging of zingeving, dan zit die bij zingeving. En als je het hebt over de contacten en de kwaliteit van die contacten, dan zit dat bij meedoen. Wat opvallend is, is dat in de verhalen veel minder die lichaamsfuncties en dagelijks functioneren naar de oppervlakte komen.